Ja, hallo lieve mensen. Welkom bij weer gewoon een old school. Dit gebeurt er als experiment. Ik ga vandaag de welbekende appeldag volgen. Nee, morgen ga ik dat doen trouwens. Nu zijn er ongetwijfeld mensen die denken, appeldag, 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 wat is dat? En er zijn ongetwijfeld mensen die denken, appeldag? Dat woord heb ik niet meer gehoord sinds 1994. Nou, klopt. Het had ook in 1994 moeten blijven. Maar daarover later meer. Oké, appeldag. Wat is nou appeldag? Nou, ik ken het dus nog van vroeger. Toen, ik weet dus niet meer of mijn moeder het ook echt deed. Maar in ieder geval vriendinnen van mijn moeder. Die deden dus aan appeldag. En dat diende als een soort balansdag. Dus als je een tijdje dan slecht had gegeten. En je wilde weer even goed op je voeding letten. Dan deed je een appeldag. En dan was je weer klaar om... I don't know. Ik heb natuurlijk even wat research gedaan. En de appeldag bestaat nog steeds. Ja. Waar het voor dient... wordt gezegd, is dat het een frisse start is voor het afvallen. Dat het dient ter ontgifting van je lijf. En waarom nou appels? Nou, appels zitten dus vol goede voedingsstoffen en zijn rijk aan antioxidanten. En van alle soorten fruit onttrekken appels het beste vet en overtollig vocht uit de ingewanden. Daarnaast, let op... zorgt de schil voor een schurende werking in de darmen, waardoor vet en afvalstoffen makkelijk kunnen worden afgevoerd. Hier kom ik later nog even op terug. Ik ga dit dus morgen doen. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik ga je meenemen. Waarom doe ik dit ook alweer? Eerste stap is natuurlijk appels halen. Groene appels. Nou, de laatste keer dat ik groene appels in huis had. Nou, toen dachten we nog dat Rutte een goede premier was. Ja. Dus dat ga ik doen. Ja, dat is zo'n spannende update dit. Nou, 3,38. Het is wel een goedkoop dagje wat dat betreft. Zo. Nou, feest. Ondertussen wel benieuwd wat de diëtisten van Twitter in Nederland hiervan vinden. Dus ik ga dat even vragen. Ik gooi er hashtags in alsof ik echt gewoon een boomer ben, maar ja, weet je, het helpt. Ik lees dus op de website van Nuphysic dat je het leuker voor jezelf kan maken door de appel in partjes te snijden. Dus dat ga ik nu doen. Wat een tractatie, jongens. Wat een tractatie. Nou, dit is toch echt veel lekkerder zo. Oh nee, wacht. Kijk, dit is nou even gezelligheid. Oh. Handjes in de lucht als je net peper op een watermeloen hebt gesmeerd als voorbereiding voor je video van morgen en nu peper in je oog hebt gedaan. Nou, appel nummer 3. En nog een tip is die je mag gebruiken is om kaneel op de appel te doen voor extra smaakvariatie. Ga ik nu een videocall in. Het is 4:15. Ik ga zo naar een event. Ik heb een beetje gewerkt vandaag. Maar ik mag nu om 4:00 bouillon drinken. Nou, nog nooit heb ik hier zo'n zin in gehad. Ik zit op de fiets. Ik ben onderweg naar een eventje van Lush. Lush? Lush. In de stadtuin van Amsterdam. Maar ik voel me een beetje flauw. Nu is mijn humor natuurlijk altijd al een beetje flauw. Maar ja, goed. Ik ga weer een appeltje eten. Wat het shit is bij dit soort events, is dat er altijd vet lekker eten is. Dat is eigenlijk waarvoor je komt.
Oké. Kennen jullie de appeldag? De appeldag? Ja. Nee. Ken je het niet? Heel leuk, maar nee, ik ken het niet. Klinkt leuk? Appeldag, ja, ik denk aan appels. Ja, dat klinkt best wel leuk. Ik weet niet, ik zie mezelf niet snel. Die moet je dan hele groene appels eten en dan detoxen. Maar van één dag alleen groene appels eten. Ja, sommige mensen doen een appeldag. Nu weet ik het. Nee, Lisa's not impressed. Ik ben niet overtuigd. Nee, ja. Nou, ik ben net thuis. Ik wil niet klagen, maar ik heb me wel eens beter gevoeld, om het zo maar even te zeggen. Ik heb ook een rare buik. Ik voel me gewoon... En ik weet niet, ik merk gewoon vooral weer hoeveel lol eten geeft in het leven. Nou, even wat eerste reacties van diëtisten van Twitter. Het is niet iets wat ik aanbeveel. Ik vind het stom. Je lichaam is slim genoeg van zichzelf. Er zijn gezondere manieren om te starten met een gezonde leefstijl. Laat dat even marineren. En dan kom ik morgen bij je terug met wat ik ervan vind. Ik heb echt tering zeer hoofd trouwens. Ik weet niet of het connected is. Maar het enige wat ik nog in mijn mond stop vanavond is ibuprofen. Nou, goedemorgen. Het is de volgende dag. En ik... ben klaar voor een conclusie. Ik wilde mijn mening niet te veel al door laten schemeren, maar... Kijk, ik wil zo'n appeldag of zo'n dieet natuurlijk objectief benaderen. En dat doe ik ook. Maar ik heb ook hersens. En die kan ik niet uitzetten. Ik heb het met wat mensen over de appeldag gehad. En waaronder Guy Droog. En ik dacht, ja, hij is altijd zo lekker met zijn mening to the point benoemen. En eigenlijk sluit ik me er best wel bij aan. Dus ik ga hem even quoten. Hahaha. Het lichaam resetten is weer typisch zo'n uitspraak van mensen die hun intelligentie overschatten en vinden dat zoiets logisch klinkt. Maar gewoon de eindeloze dieptes van de complexiteit van het lichaam niet in kunnen schatten. Een appeldag kan dienen als psychologisch opstapje of startpunt, maar fysiologisch reset je echt helemaal niks. Even een Chris Segers loopje voor drama effect. Normaal gesproken praat ik zelf altijd graag met diëtisten in deze video's over de diëten die ik doe, om even de zin van de onzin te scheiden. Maar in dit geval heeft Women's Health Magazine dit al voor mij gedaan. Zij hebben namelijk met een hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam gesproken over deze beweringen rondom de appeldag. En ik ga het even gewoon super kort voor jullie samenvatten. Ben je echt in één minuut een stuk slimmer? Let op. Appels zitten vol goede voedingsstoffen en zijn rijk in antioxidanten. Nou, appels bevatten vooral veel suiker, water en inderdaad ook wel vezels en voedingsstoffen, maar niet heel veel beter of anders dan in ander fruit. Van alle soorten fruit onttrekken appels het beste vet en overtollig vocht uit de ingewanden. Dit is echt absolute onzin, geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. De schil van de appel zorgt voor een schurende werking in de darmen, waardoor vet en afvalstoffen makkelijk kunnen worden afgevoerd. Nou, de schurende werking is gewoon niet waar. De schil van de appel bevat inderdaad wel vezels en dat draagt bij aan een gezonde darmbeweging. Maar vezels uit vezelrijke producten, volkoren producten, doen dat nog veel beter. Kortom, als jij een appeldag wil doen, doe het lekker. Maar verwacht geen magisch resultaat. Liever eet je gewoon gezond en gevarieerd. En het beste dieet is nog altijd geen dieet. Tot de volgende video.